Partij voor de Dieren. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, afgelopen week was er veel te doen over de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. Ik geloof dat 3 gebieden hebben gewonnen. Ik vind ze allemaal mooi. Maar wat me opviel was dat het grootste natuurgebied van Nederland niet werd genoemd. En dat is de Noordzee. En de Partij voor de Dieren strijdt voor gezonde zeeën en oceanen. Want ze zijn letterlijk de bron van het leven. En anders dan veel mensen denken, wordt het meeste van de zuurstof dat we nodig hebben om in te ademen, hebben we te danken aan de zeeën en oceanen en niet aan de tropische regenwouden. Hoewel ik het belang van de tropische regenwouden natuurlijk op geen enkele manier hier zou willen degraderen. Maar voorzitter, de Partij voor de Dieren staat dus voor een gezonde Noordzee. En we maken ons dan ook grote zorgen over het plan, het meerjarenplan voor de Noordzee dat voor ligt. Het lijkt op het visserijplan voor de Oostzee, waar we hebben gezien dat structurele overbevissing gewoon werd gelegaliseerd. En ook bij dit plan, wat de staatssecretaris van zins is om te steunen, zien we dat van commerciële vissoorten zoals kabeljauw, tong en schol wettelijke vastgelegde ranges, oftewel vangstlimieten, ontbreken. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in herstel van vispopulaties en het hele plan ademt eigenlijk alleen maar de sfeer van, nou ja, we moeten zorgen dat de bestanden niet instorten, maar meer gebeurt er ook niet. Terwijl een gezond ecosysteem heeft echt ruimere marges nodig om op lange termijn te zorgen dat die vispopulaties ook overleven. Voorzitter, de Partij voor de Dieren vraagt de staatssecretaris dus om het plan af te wijzen dat nu voor ligt en in te zetten op meer bescherming. En dat geldt ook voor de diepzeevisserij. Het ecosysteem in de diepzee is bijzonder kwetsbaar en de meeste soorten die daar leven planten zich maar moeizaam voort en groeien extreem langzaam. Dus iedere vorm van visserij die daar plaatsvindt zou aan strenge eisen onderworpen moeten worden en eigenlijk vindt de Partij voor de Dieren in de diepzee vis je niet. De plannen die voor liggen lijken voor een deel een beschermingsregime te ademen, maar we vragen ons echt af of het verstandig is. De Europese Commissie stelt voor om diepzeehaaien op de verboden soortenlijst te plaatsen. Dat klinkt goed, maar het enige voorschrift is, als je goed kijkt, zet ze weer overboord als je ze toevallig opgevangen hebt. Terwijl wat er natuurlijk moet gebeuren is zorgen dat die dieren helemaal niet uit de diepzee omhoog worden gehaald en eventueel beschadigd weer terug worden gezet. Echte beschermingsmaatregelen zijn het sluiten van leefgebieden voor visserij en het verplicht stellen van ontsnappingspanels. En is de staatssecretaris bereid om zich in te spannen voor dit soort maatregelen om de diepzee te beschermen? Voorzitter, dan de biologische landbouw. Soms komt er een onderwerp voorbij waar er geen discussie is tussen de Tweede Kamer en de staatssecretaris over nut en noodzaak. En dit is er zo eentje. De biologische regelgeving wordt herzien. Dat vonden we allemaal goed. Vooral om de biologische sector het makkelijker te maken. Maar de voorstellen die voorlagen vanuit de Europese Commissie, daar hadden we onze vraagtekens bij. Gelukkig zaten we op dezelfde lijn met het kabinet en probeerden we gezamenlijk te kijken naar een goede verordening. Wat er nu voor ligt is beter dan wat het was. Scherpe kantjes zijn er van af, maar er is nog wel zorg. Er zijn sterke signalen dat de Europese Commissie de afkeuringsgrens voor residuen uit haar oorspronkelijke voorstel toch wil handhaven. De Partij voor de Dieren vraagt de staatssecretaris om zich daar tegen te verzetten. Ook een zorg over de vorm. Ook door druk van het Europees Parlement worden nu alle regels in een korte tijd opgeschreven in de basisverordening. En de kans dat dit leidt tot onvolkomenheden is levensgroot. We vragen de staatssecretaris om goed te letten op een goede verordening waar de biologische sector goed mee uit de voeten kan. En ik kan het niet laten. Kan hij nog een keertje inzetten op een algeheel verbod op landbouwgif? De aangenomen moties liggen er. Deze discussie lijkt ons goed om dat nog weer eens onder de aandacht te brengen. Voorzitter, dan de handelsakkoorden. De staatssecretaris onderschreef de zorg van de Partij voor de Dieren dat vrijhandelsakkoorden onze boeren in problemen kunnen brengen. Graag dat punt nog een keer onder de aandacht brengen bij de Europese Commissie als het rapport over de impact van concessies gedaan in handelsakkoorden op landbouwproducten gepresenteerd zal worden. Wat ons betreft komen die vrijhandelsakkoorden er helemaal niet, maar de staatssecretaris mag wat ons betreft wel met deze boodschap op pad. Dan de hormoonverstorende stoffen. Dank aan de staatssecretaris voor het agenderen van het punt op de agenda. Het is echt belangrijk dat we zo snel mogelijk goede criteria hebben om die rommel te kunnen verbieden. Het is ook belangrijk dat de potentieel hormoonverstorende stoffen aangepakt kunnen worden. Niet alleen de stoffen waarvan we dat nu al kunnen bewijzen. Het voorzorgsbeginsel is heel belangrijk. De staatssecretaris vindt dat gelukkig ook.
Ik vraag hem om zich daar hard te voor blijven maken. En een deze dagen zou de commissie met een hernieuwd voorstel komen voor de criteria. We zijn zeer benieuwd of dat er al is en of dat deze raad al wordt besproken. Voorzitter, dan tot slot dierenwelzijn. Zweden maar heeft... U heeft eigenlijk nog ruimte voor één zin, omdat u al over de tijd heen bent. Dus dan maak ik hiervan dank dat de staatssecretaris het voorstel van Zweden steunt om weer werk te maken van het beperken van de diertransporten. Eén expliciete vraag. Die diertransporten naar landen buiten EU, waardoor dieren dagenlang staan te wachten in overhitte vrachtwagens voor bijvoorbeeld de Turkse grens. Kunnen we daar echt van zeggen, dat doen we niet meer. Dank u wel. Ik ga het woord.